Het is een topografische aquarel. Het stelt niet alleen een buitenhuis voor. Maar met die watermolen is veel meer aan de hand. Het is kennelijk een wasserij. En die watermolen is de eigen energievoorziening. Als ik u dat aanwijs, hier is de wasserij. En hier is het bleekveld. Daar liggen de waarschijnlijk net gewassen beddenlakens en slopen in het veld. Die worden nat gehouden door die mensen die daar met die bezems overheen zwaaien. En dan vormt zich ozon daarboven en dan bleekt het vast. En als we dan meer naar rechts gaan, nadat het een tijdje gebleekt heeft, komt het op het volgende bleekveld te liggen. Dat zie je onder de bomen. U ziet ze hier liggen. Daar liggen al die lakens al heerlijk wit. Ze zijn witter dan de andere. Ja, ze zijn witter dan de andere. Dat heeft een tijdje daar gelegen. En het aardige is, nog iets terug naar links. Langs de weg zit een hond. En zoals je tegenwoordig je auto niet meer zo erg veilig kan parkeren in de binnenstad, was het toen ook op de buitenwegen dat als daar mensen zonder hond langskwamen, dan pikten ze je lakens mee. Dus vandaar die hond. Die moest voorkomen dat men de lakens van een ander meenam. Ja. Mevrouw hier naast mij staat heel geboeid te luisteren. Want de prent is van u. Die is van mij. Maar we weten niet waar die vandaan komt, wie hem geschilderd heeft. Weet u er iets meer van zelf? Nou, ik weet alleen dat hij van mijn ouders komt. Ja. En die hebben in Lochem gewoond. Lochem. Ja, dat zou heel goed kunnen. Als u zegt dat het een wasserij is, dan zou het best kunnen zijn dat de Berkel die wasserij gevoed heeft. Want, het riviertje, de Berkel, ja, dat daar stroomt. Het is een topografische afbeelding. Het is duidelijk de bedoeling geweest om die buitenplaats met die wasserij af te beelden. En niet als kunstwerk. Het is wel door iemand gedaan die daar les in gehad heeft, maar het is geen beroepskunstenaar. Als het bij mij in de buurt was en ik moest hem kopen, en dat vind ik een maatstaf altijd. Niet dat ik voor alles een maatstaf ben, maar in dit geval is het makkelijkste om voor jezelf te bepalen. Dan denk ik dat ik 1000 tot 1500 gulden daarvoor over zou hebben. Niet omwille van de kunst, maar omwille van, laten we zeggen, het historische aspect van... Zeker. Ja. Ja, het topografisch aspect. Wat zegt u daarvan? Ja, dat vind ik heel plezierig om te horen. Doet u hem ook weg dan? Nee, ik houd hem beslist. Dit is een heel mooi voorbeeld van hoe men zich vroeger aan boord van een dekschuit of aan boord van een rijtuig, als ik het zo mag zeggen, kon warm houden. Althans, de voeten. En zijn de voeten warm, dan is men eigenlijk helemaal warm. Het is erg behagelijk. Dit is een hele bijzondere uitvoering, waarbij men met kousenvoeten plaats nam, als het ware, in deze omhullingen. En het geheel was dan met warm water gevuld. Heel simpel gezegd, een kruik. Een kruik, een warm waterkruik, een rijtuigkruik. We zetten hem eventjes wat op zijn kant, want dan zien we namelijk de geelkoperen opening waar dan het warme water in gegoten moet worden, neem ik aan. Het is jammer, ik kan hem niet open krijgen en het gaat heel moeilijk en we zullen niet forceren. Nee. Maar dan zou je kunnen zien dat dit een handgeveilde schroef is, een vrij grove schroef die toch heel doelmatig past op deze koperen doos. Kunnen we nou zeggen uit welke tijd die stamt? Ja, dat kan wel gezegd worden omdat zijn techniek van fabricage verraden wordt door een lasnaad die op deze plek zit. Want wat zegt die lasnaad u? Nou, dat hij niet zo heel erg oud is, want dan zou hij misschien wel uit één stuk koper geslagen zijn. We zitten dus hier met een datum, niet voor, laat ik maar zeggen, 1800. Maar om die tijd moet hij wel gemaakt zijn. Ja. Nou, de eigenaar staat naast ons. Hoe komt een mens aan zo'n ding? Hij is van mijn moeder en die heeft hem ooit in een antiekzaak kunnen kopen. En ze spaart vooral veel koper, dus voldoende hoorde dat bij haar verzameling. Ja, en ze spaart het, dus hij is niet gebruikt ooit? Hij is niet gebruikt. Nou, hij zal wel gebruikt zijn, maar niet door ons. Is er een prijskaartje aan te hangen? Ja, bij deze ding moet je altijd voorzichtig zijn. Hè? Er zijn niet echte verzamelaars van deze producten, dus de grote verzamelaars hebben zich hier niet opgeworpen. Maar ik denk dat toch een bedrag van 3000 gulden hier wel op zijn plaats is. Dan gaan we er nog één keer naar kijken. En dan zet ik hem nog even overend. Zo ziet het er dus uit in volle glanzende, glimmende glorie. Alliteratie, hoor je mee? Zou u hem van de hand willen doen, denkt u, bij u thuis? Gegarandeerd niet. Gegarandeerd niet. Dit is een Engelse fabriek, Engels aardewerk. Ook uit
rond 1900. En dit zijn dikke manierplaatjes, plakplaatjes die erop geplaatst en dan gebrand. Dus het is niet handgeschilderd. Uit de fabriek van Mr. Adams. Alsjeblieft. Ja. Hartelijk bedankt. Dank. Maar niet zo'n grote waarde. Twee nogal bozige gezichten kijken ons aan. En ze vertegenwoordigen een, ja moet ik zeggen, een soort tweelinggroepje. Uitgevoerd in aardewerk of terracotta misschien. Tussen hen in een merkwaardig soort boog. En daarop iets waarvan ik denk dat je er misschien een kaars in kunt zetten. Kortom, ik heb geen idee waarmee we te maken hebben. Maar de heer Polak wel. Ja, het zijn twee figuren die naast elkaar zitten. En zo we zien, vinden ze elkaar ook nog wel aardig. Het is een man en een vrouw. Aan de achterkant kunnen we de handen zien van de man en de vrouw. Zullen we eens voorzichtig proberen of we dat inderdaad zichtbaar kunnen maken? Die elkaar goed vasthouden. Zo. Ja. Het leuke is dat ze beide onder één poncho zitten. En dan, denk ik, dat komt dus uit Latijns-Amerika. Precies. Dat is dus een goede conclusie. Maar wat is het nu voor een voorwerp? Het is een waterkruik. In deze kruiken deed men water. En door de kruik te draaien kwam het water uit deze tuit. Er was een ingang en een uitgang tegelijkertijd? Ingang en een uitgang tegelijkertijd. Hoe oud is zoiets? Dit voorwerp dat stamt uit de pre-Columbiaanse periode. Dat is dus voor de komst van Columbus. En het zal dateren tussen de 800 en de 12e eeuw. Ja. Meneer Nasie heeft het meegebracht. Bent u in Zuid-Amerika ooit geweest? Nooit. Nee? Hoe heeft u het dan gekregen? Door een erfenis. Door een erfenis. En degene van wie u het hebt geërfd, die was daar wel? Ja, die is daar geweest. Ja? En die heeft degene die het opgegraven heeft, zij heeft er één gehouden en hij heeft er één gekregen. Ah. Dus er zijn er twee eigenlijk van zover als ik weet. Ja. Meneer Polak, zijn er meer dan twee in de wereld van deze kruiken? Er zijn er ongelooflijk veel gemaakt. Er zijn een heleboel mensen werden begraven met grafgiften. Ja. En dat waren kruiken, schalen, figuren, gebruiksvoorwerpen in het algemeen. Is dit een museumstuk? Nou, het is wel een museumstuk. Ja? Een uitermate mooi gemodelleerd object. En heeft meneer een kapitale waarde in zijn bezit? Dat is heel moeilijk met pre-Columbiaanse kunst. Het is natuurlijk heel veel vervalst, waardoor de mensen erg kopschuw zijn om het aan te schaffen. En de waarde van dit stuk ligt tussen de 1500 en de 2500 gulden. Zoiets hadden we nog nooit gezien. Heel boeiend. We weten, uit Peru. Een ovaal plat zilveren voorwerpje van een centimeter of 8 hoog. Geen munt, geen penning, geen medaille. Met een mooi bewerkt randje eromheen. Een aardewerk. Iets bijzonders? Ja, het is iets bijzonders. Het is een herinneringsplakette die gegeven is ter gelegenheid van een huwelijksfeest. Een zilveren huwelijksfeest. Dat deed men vroeger wel. Als een beetje welstand in het gezin was gekomen, dan gaf je aan de kinderen een waardevol iets in de vorm van zilver. Omdat de munt was ook uit zilver gemaakt. En zoals ik al eerder heb verteld in deze uitzending ooit, elke gulden woog 10 gram. En dit is ongeveer een gram of 30, schat ik. Er zit dus 3 gulden koopwaarde in die tijd. Want hij is gedateerd 1712. Ja. En dat was een appeltje voor de dorst wat je je kinderen meegaf. Nou, wou ik eerst eens kijken naar deze kant van de afbeelding. Want daar zie ik woorden en ik zie afbeeldingen. En ik kan er niet veel, soep van koken nog. Nou, men deed het graag een rebus. Ach, om ja. Een boodschap over te brengen. En hier kan je dus in lezen. Na de tijd, dat mannetje is de tijd, met de zeis en het uurglas in zijn hand. Een zandloper, ja. Na de tijd van de liefde, het symbool van de liefde, 2 handen in 1 met een brandend hart. Ach, ja. Volgt het uur van de dood. Oh, weer een zandloper. Ja, volgt het uur van de dood. Een zegswijze uit die tijd. Maar het ding heeft ook een achterkant. En heb ik er straks even heel snel gezien. Ik draai hem even om. Dat daar ook allemaal tekst op staat.
Ja, daar staat de rest van het verhaal. Er staat dat ons den hemel heeft gepaard, is 25 maal verjaard. Dankt Godes goedheid in dit leven. Uw ouders hebben dit gegeven om te gedenken aan de tijd van het zilverfeest u toebereid. En dan komt de vermaning. Volg steeds de deugd na voor uw sterven. Zo zult ge een beter feest beërven. Daaronder staat R. Gordon, oud 46 jaar. En M. van Rijn, oud 41 jaar. En daaruit kan je dus opmaken hoe oud ze waren toen ze trouwden. 25 jaar daarvoor? Ja. Dat is ontzettend leuk voorwerp. Dat randje wat erom heen gemonteerd is, is gemaakt van twee draden die in elkaar gedraaid zijn. En dat geeft net even een beetje versiering aan een anders wat saai plat plaatje. Ik vind het heel leuk om naar te kijken. Ja. Ik had sowieso nog niet eerder gezien. Heel interessant. Om hem in de doos te kunnen krijgen. Ja. Nou, het is een prachtig comfort in ieder geval. Dat vind ik mooier dan de ketel. En eens kijken. Het is lichtbruin, met zo te zien alleen maar donkere vlekken. Maar die vlekken nou vormen toch wel een patroontje, een versiering. Het gaat om, als het vandaag de dag gemaakt zou zijn, om denk ik een soort bonbonschaaltje. Er staan er trouwens twee. Maar omdat Mieke Zilverberg hier zit, moet het gaan om iets ouds of iets nagemaakt zeer ouds. Ja. Wat is het, Mieke? Nou, bonbonschaaltje is niet zo gek. Ik denk dat je kunt zeggen twee Etruskische bonbonschaaltjes. Als ze al wisten, ik heb geen idee hoe een Etruskische bonbon eruit ziet, maar hij lijkt me vast zalig. Ik zou er dolgraag in hebben. Maar men at wel zoet waren in die tijd, dus. Ja, ik denk eerder misschien dat het ook wel voor olijven gebruikt kan zijn. Vijgen? Dat, vijgen? Ja, zoiets. Ja, ja, allemaal lekkere dingen, stel ik me zo voor. Etruskisch zeg je, hoe lang geleden dus? Ongeveer zo'n 300 voor Christus. De versiering aan het binnenstuk is een kruisvormige strepen met daartussen clusters van drie puntjes. Heel regelmatig eigenlijk. Daaromheen, ja, wij noemen dat een golfpatroon. Het is misschien op deze iets duidelijker te zien. Hier loopt echt duidelijk zo zo'n golf. Ja. En hier ook. Deze is wat slordiger gedaan en daar zou je het misschien meteen uithalen. In eerste instantie denk je aan pendanten. Maar omdat deze zoveel slordiger is, weet ik het niet. Pendanten, twee stuks die bij elkaar horen. Ja, het is absoluut niet door dezelfde hand geschilderd. Dat niet. Ik zeg een beetje oneerbiedig. Het lijkt alsof daar een knoeier aan het werk geweest is. Ja. En daar aan de andere kant iemand die zijn vak wat beter verstond. Ja, nee, ben ik helemaal met je eens. Dat vind ik ook. Ik snap niet dat je zo'n mooi schaaltje in feite. Want de klei is heel mooi zuiver gemaakt. Uitgezuiverd. En dan wordt er zo'n knoeierig decoratiepatroon opgezet. Ja. Wat ik nog even wou zeggen is dat die randen die hangen over. Dat kan je dan zien. Hier loopt het naar binnen toe. Ja. En dat geldt ook eigenlijk voor de rand van de voet. Moet ik even waar zijn? Ja, zo ja. Kijk, die loopt. Ja. Is dat een speciaal kenmerk? Dan gaan we naar binnen. Zeker, dat is een speciaal kenmerk voor dit type schaaltjes. De naam van die schaaltjes, ze hebben wel een naam. Het zijn Genocilia schaaltjes. Daar zijn er heel veel van gemaakt in die eind vierde, begin derde eeuw. De naam is ontstaan doordat ze gevonden hebben één schaaltje waarop in verf opgeschreven stond Genocilia. Dus de naam van degene van wie het schaaltje waarschijnlijk was of voor wie het bedoeld was. En zo zijn ze de geschiedenis ingegaan. En zo zijn ze de geschiedenis ingegaan, inderdaad. En er zijn twee types. Je hebt dus dit type met die kruisvormige decoratie in het midden met die puntjes. En je hebt het type met een vrouwenkopje, die dan ook hier in het midden staat. Ja, ja. Nou, en dan heeft het een historische waarde? Heeft het een zeker historische waarde, handelswaarde? Ja, ja. Het zijn goede kwaliteit schaaltjes, toch? In hun soort? In hun soort, ja. Ja. Per stuk toch gauw 400-500 gulden. Een paar heren op een bankje zittend
op de rug gezien een foto, niet één foto, maar een dubbele foto en een houten instrument daaromheen. De Laurentius? Dit is een alleraardigst optisch schelpje uit de 19e eeuw. Het is een stereokijker. Het is het oude kastje met een foto erin, een dubbele foto die met een speciale camera gemaakt werd, waarbij de beide lenzen van de camera op enige afstand van elkaar zaten. Dat geeft een stereo-effect als je daar doorheen kijkt. En dat werkt uitstekend, zelfs ja. Nu nog. Ja. En dan schuift dat sleetje met die foto en dan kun je hem scherp stellen. Ja, dat schuif je heen en weer om hem scherp te stellen en je ziet de stereo. Het is het vervolg op een optisch grapje wat al uit de 18e eeuw stamt. Het kijken door een optica-spiegel of een optica-kijker. Maar stereo is veel spannender. Ja. Dus ruimtelijk zien is natuurlijk al aardig. Ja. Alleen wij kunnen het niet zien, want de televisie laat nog geen stereobeeld verschijnen. Meneer heeft hem meegebracht. Het moet een familiestuk zijn, denk ik. Ja, het is een familiestuk, ja. Ja. Wij hebben hem nu ongeveer 2 jaar in ons bezit. Ja. Maar ja, we wisten wel dat het oud was, maar van wanneer dat maar de koor. Ja. Je kon er ook hele collecties foto's voor krijgen. Ja, je kon dat aanvullen. Zoals je dat in de 18e eeuw ook met optica-prenten kon doen. Hier liggen ook hele partijen. U heeft daarbij een serie die bij elkaar hoort over een ondeugend jongetje bij de fotograaf. Ja. En mevrouw hier heeft vanwege een heel ander apparaat ook een grote serie foto's meegebracht. Ja. Nou, dan gaan we dit eens even verwisselen. Want hier voor mij heb ik liggen een houten instrument, een lens, een paar oogdoppen. Kortom. Het is hetzelfde wat daar ligt, maar iets jonger. Het is rond 1900 en het zijn geen oogdoppen. Dit zijn ook weer de 2 kijkertjes waarmee je stereofoto's kan zien. En het apparaatje kan overeind worden gezet. Laat ik eerst die stereo-lensjes laten zien. Zo staat het apparaat overeind. Door deze 2 lensjes is precies hetzelfde te zien als bij dat kastje wat we daarnet zagen. Ja. En zo'n stereofotootje kon dan hier in een rekje worden gezet. Dus dat werkt eender. Maar dit apparaat had een dubbele functie. Ook enkele foto's konden worden getoond, zoals we ze hier hebben, dit hele stapeltje. En die bekeek je door de grote lens. Ja. En het aardige van het kijken door de grote lens is dat je ook dan stereo ziet. Je ziet ruimtelijk terwijl je naar 1 foto kijkt. Ja. En dat is hetzelfde effect als bij de optica. Spiegel in de 18e eeuw. Je buigt door die lens de stralen van het licht zodanig bij dat ze evenwijdig je ogen binnenkomen, waardoor het net is alsof je het voorwerp op die foto op grote afstand ziet. Ja, dat is. En ook in dit geval kon je weer allerlei foto's en afbeeldingen daarvoor gebruiken eigenlijk. Oh ja, ja. Embarcadère du Nord. We praten duidelijk over Parijs. Het instrument komt ook uit Frankrijk, geloof ik. Ja, of België. Dan hebben we nog de Arc de Triomphe de l'Étoile. En hij komt uit Frankrijk. Zijn deze instrumenten nog iets waard eigenlijk? Ja, maar niet erg veel. Ze komen vrij regelmatig voor. En ik denk als we ze allebei een prijs zouden moeten geven, dat dat kleine apparaat rond de 100 gulden zit. En dit grotere apparaat ongeveer 150. In die orde van grootte moet u ongeveer denken. Ja. We maar dat is weten heel er leuk. Alle 2 niet van. Ja, dat is heel leuk als je nou zoiets erft. Dat vind ik een heel leuk ding. Dit. Ja? Dit is een schilderij, bezoek aan de schilderijexpositie. Ja. Heel erg leuk met die man die daar zo staat. Ja. Van der Waai, dat is Nicolaas van der Waai. Dat is een schilder uit Amsterdam. Ook tweede helft vorige eeuw geweest. En die heeft heel veel schilderijen gemaakt met onderwerpen met weesmeisjes. Ja. Oh. Een vrij galopperend paard vormt een afbeelding van een donkerrode soort bokaal of glazen beker. Meneer Lameris, wat is dit voor een vaasje? Nou, het is bedoeld niet als vaasje, maar als drinkglas. Een drinkglas afkomstig uit een gebied waar erg veel glasindustrie was, maar ook veel koerorten waar je naartoe ging om gezond te worden. En dan spreek ik over het gebied Beumen of Bohemen, wat op het ogenblik een deel is van het land Tsjechoslowakije. De mensen namen graag wat water mee naar huis, van het hele gezonde water. En dat werd dan in het hotel opgedronken in hele mooie glazen. Ja. De mensen die zagen daar geweldige handel in om mooie glazen te maken voor die rijke mensen die zich deze dure uitstapjes konden getroosten naar zo'n badplaats. Mag ik even wat vragen?
Het is een rood glas, ja, met glas. Of is het glas, hoe is het procedé? Hoe is zoiets gemaakt? Nou, Bohemen staat ervoor garant dat er een hoge technische perfectie was te verkrijgen. En hier hebben we dus oorspronkelijk een helder wit glas gehad, waar een rode coating overheen is gemaakt. En dan werden gedeelten van die coating weer weggeslepen. En dat kon op een hele slechte manier gebeuren, maar hier is het in een uiterst verfijnde manier gebeurd. Er zijn eigenlijk duizenden van die glazen in Nederland terechtgekomen, maar een glas van een dergelijke kwaliteit zie je toch zelden. Draaien wij door, dan komt een ander grapje van dit glas. En dat is namelijk dat er aan de achterzijde lensjes zijn geslepen, waardoor vele paarden te zien zijn en vele vosjes. Nou, dit was voor kinderen natuurlijk ook prachtig. Je had dan, als je naar huis kwam, niet alleen een leuk glas om uit te drinken, maar ook een leuk glas om naar te kijken. Ja. Op verschillende leeftijden kon je zoiets best waarderen. En dat het handgemaakt is, blijkt ook nog uit iets anders. Aan de onderzijde van het glas, daar vinden we kleine sterretjes. Maar dit is duidelijk door een minder grote meester gemaakt. Hier daar zien we duidelijk dat de man zich wel vergist heeft en dat niet alle sterretjes even mooi en strak symmetrisch zijn gelukt. Maar in ieder geval kun je er heel duidelijk aan zien dat het dus geen fabrieksmatig werk is geweest. Oh nee, dit is een toonbeeld van uiterste perfectie. De eigenaar van het glas naast ons wil ik vragen. Bent u een verzamelaar, een speciaal verzamelaar van glas? Nee, toevallig niet, nee. Maar u houdt wel van mooie dingen, denk ik. Ja. Dat wel? Ja. Heeft u dit ooit gekocht ergens of zo? Nee, dus ik zeg, mijn moeder, zijn vader, die was zeekapitein. Ja. En die schijnt het meegebracht te hebben. Ja. Praten we hier over kunst? Ik zou zeggen, in deze vorm kun je best over kunst praten, ja hoor. En praten we over een glas van grote waarde? Ja, te midden van die hele boheemse productie is dit zo'n topje eigenlijk wel, dat je hier kunt spreken van een glas van een 2.500-3.000 gulden. Zo, mooi vaasje. Mooi vaasje hoor. Ja. Dit is een detail van een vleugel van een papegaai. En die papegaai staat afgebeeld op een bord. Licht roze-oranje van tint, meneer Vecht. En omdat u het hier wilt laten zien, moet het dus iets apart zijn. Dat is dan ook zo, althans naar mijn mening. En ik moet zeggen, het is geen antiquiteit. Nee. Maar het is wel een stuk Nederlands aardewerk uit de fabriek van Gouda. En hij is aan de achterkant gesigneerd, kunnen we straks even bekijken, JS. En dat was een signatuur van een meneer Van Schaik, die dit ontwerp heeft gemaakt. Het is een ontwerp die ze niet weten wanneer precies dat gemaakt is, maar het in ieder geval na 1928. Ja. Dus het hoort niet zozeer tot antiquiteit als wel tot een bijzondere fraaie Nederlandse ceramiek. Het viel me er straks op dat onder een bepaalde lichtval er iets met die kleuren gebeuren. Ja, het heeft een soort metalliek glazuur. Dat als je het draait, dan, ik weet niet of het te zien is, maar als je het draait, dan krijg je een soort petroleumachtige glans. Kijk, hier kan je het heel goed zien als het niet te hel is. Maar het is van een uitzonderlijke mooi geschilderd. En de glazuur en een kwaliteitsproduct van Gouda. Is het een sierbord of een gebruiksbord? Het is een sierbord. Duidelijk een sierbord. Duidelijk een sierbord. Dan ga ik even naar meneer en mevrouw. Dit heeft u dan gehoord. Waar komt dat bord vandaan? Dat zit al jaren in de familie. Ja? Dus waar de oorspronkelijk van Kandaan komt, dat weet ik niet. Hè? Nee. Maar dat komt dan. Sinds mijn heugenis zit dat bij ons al in het gezin en in de familie. Ja. Mijn ouders komen naar Amsterdam, dus het kan best zijn dat het vandaar meegekomen is. Dat hoef ik niet achterhalen. Ik zal het even omdraaien om even de achterkant te laten zien. Er zit een plakkertje op van die meneer om het op te hangen. Kijk, J van S. En een unique metallic. Metalige plazuit. En plazuit is een woord voor wat ze gebruikt hebben na 1928, meen ik. Gouda Holland spreekt voor zichzelf. En dan heeft de hele achterkant heeft nog een prachtig bruin, rode bruine glazuur. Een beetje als een tijgervel of als een hazenvel. Maar het bijzondere is omdat het zo'n prachtige kwaliteit
schitterend. Die vogel zit zo prachtig op die tak. Echt handwerk. En het zijn bepaalde patronen die ze maakten, maar dit is zo vrij gemaakt dat het geen schabloon is, maar echt direct uit de hand gemaakt. Nee. Want, is er een waarde aan te hechten? Het is moeilijk te zeggen, maar ik denk dat zo'n bordje toch een 300-400 gulden op een veiling brengt. Wel iets om zeer zuinig op te zijn. Ja. Ja. Kan je je horloge opwinden? Ja. Vreselijk leuk. Het is haar deco. Maar het is wel een bijzonder horloge. Ja. Maar het is toch wel iets aparts. Hoe oud was die, zei je? Ik denk 1910 zo ongeveer. We kijken naar een romantisch tafereel. Een kasteeltje in de verte. Bomen op de voorgrond. En ik zou zeggen een paar herders met een kleine kudde, meneer Bouwman. Een schilderij in olieverf. Wat weet u er meer van? We weten eigenlijk daar alleen maar van dat het schilderij geschilderd is in 1887. Omdat het linksonder een monogram heeft met datering 1887. Uit het monogram kunnen we in ieder geval de achternaam die met een B begint halen. De voornaam zou een W of een N kunnen zijn. Ja. Of eventueel een H. In ieder geval, het schilderij doet zeer sterk denken aan een schilderij uit de romantische school. Alhoewel de datum eigenlijk daarvoor iets te laat is. 1887 is eigenlijk een periode dat de Haagse school al in volle bloei is. Toen het schilderij door meneer werd getoond, door de eigenaar, toen dacht ik onmiddellijk, hé, dat zou wel van meneer Bodeman kunnen zijn. Bodeman was een leerling van B.C. Koekoek. Maar ik dacht, ja, het is toch niet van een fijnheid die Bodeman eigenlijk in zich heeft gehad. En ik heb daarom maar eventjes het bekende handboek van mijn geachte collega de heer Scheen genomen, waar al deze schilders in vermeld staan. Ja. En mijn verbazing komt tot uiting in het dat ik de bladzij van meneer Bodeman opsla en dat er min of meer een gelijksoortige compositie in dat boek staat afgebeeld. De gelijkenis is frappant, ja. Alhoewel het erg lijkt op het schilderij wat in het boek staat, is het namelijk niet door meneer Bodeman geschilderd, A, om stijltechnische redenen al. En bovendien is het namelijk ook zo dat meneer Bodeman in 1880 dus is overleden. Dus hij kan het niet gemaakt hebben. Maar het is heel duidelijk daarop geïnspireerd, naar mijn idee. Of afgekeken misschien. Of afgekeken. Ik heb ook het tegen meneer gezegd, tegen eigenaar, dat ik heb het idee dat het een dat het wellicht een kopiist is uit de tijd. Een vrij goede kopie. Het heeft ook een hele mooie sfeer, het hele schilderij. Maar doordat het ook zo'n late datering heeft, dat het dus niet echt uit de romantische school is, maar wellicht een kopie van een iets latere datum. Ja. Nou, de eigenaar hoort het hele verhaal aan. Ik ben altijd benieuwd om te weten hoe zoiets in het bezit gekomen is. Heeft u het gekocht misschien ergens? Nee hoor. Mijn oom die had het. En als ik dan bij mijn oom op visite was, dan ging ik altijd tegenover het schilderij zitten. En daar kon ik dan uren naar kijken. En meent u dat echt? Ja, dat daar zit een leven in. Als je ziet hoe dat licht dat door die bomen heen komt. En eigenlijk kan je zo op dat schilderij door die bomen heen kijken. Je ziet dat vee, zie je daar toch wat aankomt. En dat schilderij heeft me altijd ontzettend gefascineerd. En ja, ik heb altijd gedacht, nou, dat zou ik best wel willen hebben. Kunnen we überhaupt spreken van een handelswaarde? Nou, dat sowieso, al vanwege de datum waarin het is geschilderd eigenlijk. Maar het is natuurlijk moeilijk te zeggen, als het echt schilderij van Bodeman zou zijn geweest of van een van zijn echte absolute tijdgenoten, dan was het natuurlijk aanzienlijk meer waard. En we moeten hier toch een beetje een slag om de arm houden. Dus ik denk dat het de kwestie is van tussen de 3.000 en de 5.000 gulden, 3.000 en de 6.000 gulden. Maar ook een beetje liefhebbersprijs eigenlijk. Ja. Nou, ik heb de indruk gekregen van meneer dat het hem veel minder interesseert dan zo'n prijs en het feit dat hij het heeft. Nou, want hier staat typisch een geval van een liefhebber. Ja, inderdaad. Ja, het schilderij aan zich, het heeft voor mij meer emotionele waarde natuurlijk. Omdat, ja, je kent het eigenlijk. Er zit een stuk beleving zit erin. Nou, u heeft het kunnen zien. De dag van vandaag hier in het jubilerende Stedelijk Van Abbe Museum in Eindhoven heeft niet direct wat je noemt hele grote klappers opgeleverd. Hele dure stukken dus, als het in geld uitgedrukt moet worden.
Wat we u wel hebben willen laten zien, dat zijn een aantal voorwerpen geweest die bij velen van u thuis zijn aan te treffen. En waarvan u misschien dan ook thuis gezegd hebt, ach ja, dat hebben we ook. Of dat staat bij oma, of bij de buren, of bij vrienden, of bij kennissen. En daarmee hebben we dan uitleg kunnen geven over een aantal meer gangbare artikelen aan meer mensen dan alleen maar zij die hier vandaag in het museum waren. En dat is het aardige van deze open dagen in Nederland, in de musea. Ze zijn steeds weer anders. En daarmee zijn ook onze programma's steeds weer verrassend en anders. Blijft u dus kijken. Wat ons betreft, tot over 5 weken. Thank you.